Tenminste, voor mij is het morgen. Ik zit nu in de auto. Dat is een keer wat anders dan normaal. We gaan vandaag wel naar de cabine. Maar wegens rugproblemen en dergelijke mocht ik even niet fietsen. Dus dan gaan we deze week gewoon wandelen. Dus ik heb de elektrische rolstoel, zoals je kan zien, de offroad rolstoel, heb ik opgeladen. Ik rij nou naar Zon, dan rijden we naar de Campina en dan pik jullie daar weer op. Hè. Ik zit precies tegen de zon in te turen. We pakken die boogjes, jongen. Moet die 6, hè? 4 meter, huis verder. Hey, John. Hi. Oh ja, die moet. Hier is het nog wel redelijk vlak. Je hebt hier ook rolstoelpaden. Maar ja, we gaan een andere route volgen en het zal wellicht niet helemaal vlak zijn. Dus het zal niet echt rolstoeltoegankelijk zijn. Dus ze denken er wel aan, maar het is natuurlijk wel fijn dat je ook plekken kan komen waar andere mensen kan komen. Nou ja, en dat kan met deze stoel, over het algemeen. En met John, want ja, af en toe dan zit ik vast. Een tijdje geleden zat ik eigenlijk heel een tijd vast. John, die was kapot toen hij thuis kwam. Maar ik ben benieuwd waar het pad ons vandaag gaat brengen. En dan gooi ik dan, als ik iets ga bestellen, gooi ik alles eruit en bestel ik iets anders. Nou komen we op een mooi stuk, verwachten we. Hey, ga jij die rotsblokken opgelegd, John? Nee, dat was ik niet. Oh. Campina. Hoe mooi. Steil omhoog. 36 graden. Niet. Wauw. Dit is toch gewoon heel machtig, John, hoor niet? Ja, dat is mooi. Stilte, hè? Rust. Ja. Mijn zonnetje zo lekker aan mijn nek. Nou, hè? Ja, hier word ik gewoon stil van.
Daar, in de krokodil. Ziet hem? Oh. Dat kan ook. Als ik zo op die camera kijk, hè? En je ziet zo die bomen, hè? Dat is alsof ik in het buitenland zit. Echt? Kijk dan. Kijk op de camera. Hier. Nee, ik zit gewoon hier, Pat. Ik zie het live. Het is toch verschrikkelijk, echt zo verschrikkelijk mooi. Ja, ik ben blij mee. Neem op. Oh. Oh. Gaan we naar boven, John? John, niet zo hard, ik kan hem niet bijhouden. Ik heb je app. Het is een joke, jongen. Maar rust. Een keer. Mooi zo, hè? Een pad dat gaat helemaal zo door de bossen. Ja. Ik voel weer een fotomomentje opkomen. Uitdaging. Zonde, hè? We gaan het nog een keer proberen, goed? Dat is best stijl. Ja, best stijl, ja. Daar is net een bultje wat we doen. Ja. Dat is best zonde. Ik ga het nog een keer proberen. Je moet het wel over die boom zo heen, John. Ik zou het niet doen. Daar ben ik naar boven gekomen, tot halverwege, zeg maar. Jammer is dat. Waar zou ik zijn? Zonder John. Waarschijnlijk daar. Ik denk dat ik terug had moeten. Maar, hij is kapot. Hey. Ik zou de kop kapot zijn. Als ik zijn gewicht naar boven moest houden, dan echt waar. Nou, dat viel wel mee. En dan de rolstoel nog. Beetje hobbelig. Ik hoop dat het beeld goed blijft. Kom John, we gaan naar het strand. Dit is toch wel zacht, hè? Zacht. Ja.
Hallo. Ja, het ziet er toch wel anders uit. Maar dan zet die zon er niet op. Oh ja, zon. Ik moet een wolkenfoto maken. Dat had ik nog niet gedaan. Een wolkenfoto? Mooi voor jouw fans. Dag, accu leeg. Dank je wel. Rolstoelpad, hè? Ja. Laatste meters? Ja, laatste meters. Geluk hebben, dan staat de auto nog wel in de aanhanger. Maar een beetje geluk wel. Zo, daar was hij. Pat zijn eerste wandeling over de Campina. Waar vond je van? Ja. Ja. Ja? Ik ben sprakeloos gewoon, echt letterlijk. Het is zo mooi. Zoveel verschillende stukken, mag ik zo zeggen. Als je de bocht omkomt, dan sta je zo in een ander deel. Elke keer weer iets anders. Ja, dat vind ik echt... Ik ben niet vaak met de mond vol tanden, maar nou wel. Dus. Ja, ik zei het de laatste keer al. Ik ga hier vaker wandelen. Ja, en dat heb ik gedaan. Ja, ga je dan doen.